Nou, dan zijn we dan de laatste dag van de Happiness Company. Spannend. Gaan we beginnen met de cursus toekomstcreatie, dag 4 over mindset. En natuurlijk geven we mijn camera gewoon weer aan Chris, zodat hij weer hele mooie beelden schiet vandaag. Dus geniet van de beelden van de cursus van vandaag en praat je later wel bij over hoe ik het heb ervaren. Look who's back. Betty is back. Back in town. Jongens, wat een emotionele dag vandaag. Ook, ga je huilen? Die kans is vrij groot. Oh. Jij? Bieden. Smakelijk, hè? Kijk, hoe gaat het nu toe, jongen? Lekker. Vraag, wat is denk je het gevoel dat je hier aan overhoudt vandaag? Goed gevoel. Iets met drama, moet ik. Iets met een heel goed gevoel. Thuisgevoel daarin kan creëren, nou dan wordt het heel gaaf. Ja. Dus dan kan je gewoon de hele wereld overreizen zonder dat het je stress oplevert, zonder dat je helemaal kapot gaat, burn-outs, bla bla bla. Ja. De dingen die je niet kunt accepteren, dan accepteer de dingen die je niet kunt veranderen. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk om ook daar dankie tegen te zeggen. En dus ik heb een paar kaartjes meegenomen. Zoveel je wilt, ze moeten op. Het zijn Happiness Company kaartjes. En vandaag, ja. Dus als je ze leuk vindt, neem ze ook alsjeblieft mee. Schrijf kaartjes naar mensen hier. Ik kan me voorstellen dat je iets hebt gezien, dat iemand iets heeft gezegd wat jou heeft geraakt. Waar je die persoon voor wil bedanken. Dat je een mooi gesprek hebt gehad met die persoon. Dat je een vriendschap hebt gevonden. Whatever it is, schrijf zoveel kaartjes als je wilt. En daarna wil ik je ook vragen om allemaal één iemand aan het plein publiek te bedanken. Yes? We hebben hier een aantal mensen bij die vrijwillig elke zaterdag hierheen komen om met jullie in een groep te zitten en te coachen. Dus daarom wil ik met onder een daverend applaus alle coaches hier naar voren gaan. Ik vind het natuurlijk heel bijzonder dat ze dit doen. Ik zeg zelf altijd, the best way to learn is to teach. We hebben altijd gesprekken na zo'n dag. Dat, ook al is dit de zoveelste keer dat ze het hebben meegemaakt, je pikt toch altijd weer iets op of in een gesprek. Of, jullie hebben hen ook geïnspireerd en dat is ook heel gaaf om te zien. Daarom wil ik ook dat graag doorzetten met wat cadeautjes om ze te bedanken. De eerste is voor jou. Janne? Tel. Allemaal. Eerste reactie. Om 4:30. Ik weet niet. Ik heb het niet zo. Yeah! First reaction! What do you think? Awesome! Lekker hoor! Thanks Kai! Leuk! Dankjewel Kai! Ben benieuwd! Dankjewel Kai! Nee, wat is dit? Binnenkort de master, dat zie je hoor. Je moet nu is het wel echt serieus, zeg maar. Jij geweest in thuis? Nee, ik wel. Oh, goed. We hebben echt heel veel samen gedeeld. Nou, daarvoor wil ik jou bedanken, want ik heb toch ergens onderdeel mogen zijn de hele tijd door. Het is nog niet het eindproduct, want je gaat gewoon weer mooi door met al jouw plannen en enthousiasme en visies. Ik wil alle coaches ook bedanken voor... Nou ja, dat ze toch altijd hebben bijgedragen aan dat het weer door kon gaan. Maar eigenlijk vooral Kai, want... sorry. Zo'n
oprecht, ik heb, doordat wij, we zijn eigenlijk echt best wel een goede maat. Hij is mijn beste maat, zo wil ik je toch wel benoemen. Ik weet dat het niet altijd even makkelijk is geweest. Mijn bewondering daarvoor dat je altijd alsnog trouw bent aan jouw idealen, koste wat het kost ook echt. Met volle respect ben jij een levend voorbeeld, denk ik, voor iedereen in deze zaal. Echt een rare ontwikkeling geweest inderdaad. Het is ooit begonnen inderdaad met Sophia, een gesprek op de bank. Toen ontstond geen idee, dat is toen een superstudent geworden. University of Happiness en de Happiness Company. Er is niks beters dan op een gigantisch hoogtepunt stoppen. En ik heb echt zo genoten van deze groep. Het is te veel om op te noemen wat er allemaal is gebeurd in 4 dagen. Ja, dus ik ben heel blij dat jullie me het cadeau hebben gegeven dat deze laatste keer de beste ooit is. Dat is namelijk het beste cadeau wat je me ooit kunnen geven. Ik ben al veel te lang aan het woord geweest in dit programma. Daarom wil ik het laatste woord aan Chris laten. Want hij heeft nog 1 filmpje gemaakt. Nou, ik wou zeggen. 3. Ja. Gewoon wat te voelen, hè. Je hebt vandaag beloofd dat je 3 filmpjes kreeg van Chris. Dit is de laatste gedachte waar ik je mee naar huis wil laten gaan. En dat is Chris' motto: Everything big starts small. Eindelijk thuis. Zeer geslaagde cursusdag. Zo'n leuke groep mensen, joh. Ik heb zelfs cadeautjes gekregen van mensen. Heel tof. En zo'n pak met bedankkaartjes. Echt heel bijzonder. Ik kan niet wachten om ze allemaal te lezen. Na de geslaagde dag zijn we nog gaan borrelen. Met echt een hele grote groep. 25 mensen. We zijn eerst aan de kroeg gewoon geweigerd omdat we met te veel waren. Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt. Dus gewoon zeggen van oké, er zijn te veel mensen. Dat willen we niet hebben in onze kroeg. Het was echt heel tof om dat nog eventjes na te doen. En wat leuk is, dan gooi ik mijn kleine camera, gooi ik met borrelen altijd op tafel. Zodat mensen ermee aan de haal kunnen gaan. Dus ik ben heel benieuwd naar de beelden van vandaag. Wat er allemaal geschoten is tijdens de borrel. Je hebt geen idee. Het is inmiddels 12:30. Ik ben echt helemaal gesloopt. Dus ik ga mijn vlogtruc gebruiken van dat ik gewoon lekker naar bed ga. En dan ga ik om 4 uur opstaan om te zorgen dat het vlog op tijd af is. Zodat ik nog wel even wat slaap kan pakken voordat ik helemaal stuk ga. Dus ik zou zeggen, geniet van deze maffe beelden van de borrel. En dan zie ik je straks met het editen. Oké, tot zo. Wat wil je zeggen, Berber? Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Als het lukt, krijg ze mijn nummer. Zijn jullie er klaar voor, publiek? Ja. Publiek is er klaar voor. 3, 2, 1. Oh. Oh god. Saai. Zo. Als ze 3 meter kon varen, dan kreeg ze mijn nummer. Maar... Kans de rij. Oeh, rij. Vloggen. Oké, tijd om te editen. Tik hem aan de bak. We hebben gelachen, we hebben gehuild, we hebben feest gevierd en we hebben hele toffe avonturen met elkaar beleefd. En is nu de Happiness Company echt klaar. Dankjewel. Proost op het mooie leven en op hele mooie nieuwe tijden. Keitje bedankt, Keitje bedankt, Keitje, Keitje bedankt. Hey. Bye, bedankt. Is dit erbij?